bijna iedereen die rookt, durf ik te zeggen, die heeft het wel eens over stoppen met roken. Het is één ding om over na te denken, maar het is soms belangrijker waarom je iets doet dan dat je het doet. Een half jaar geleden was ik overal en nergens. Iedere avond uit, drinken, roken, laat slapen, heel veel laat slapen. Op een avond was het zoveel, ik kreeg een kleine breakdown. Toen heb ik besloten om gewoon mijn gezondheid serieus te nemen en stoppen met roken was daarin van, ik kan niet eerlijk zijn met mezelf als ik nog blijf roken. Want dat past niet in het beeld wat ik heb voor een gezond leven. Het ging toen alleen maar beter. Maar dat kwam omdat ik ook vaak gefaald had. Snap je? Ik heb vaak het geprobeerd om te stoppen. En dan ging het wel een week of twee. Omdat ik zo vaak al op dat punt was en ik faalde, dat het nu een stuk makkelijker is gegaan. En ik ben toen niet meer gevallen. Dat komt denk ik door de overtuiging wat ik heb in mezelf. Dat ik het gewoon kan. De illusie met roken is dat het voor ontspanning zorgt. En in dat moment dat je bijvoorbeeld denkt, ik wil een sigaretje opsteken, schijnt dat zo'n gedachte maar heel kort duurt. Als we daar niet op reageren, proberen om gewoon tot onszelf te keren en even tellen. 1, 2, 3. En dan is je gedachte weer snel weer naar iets anders. Het is heel simpel, maar ik hou ook heel erg van die simpele dingen. En wat voor mij heel erg werkt, is bijvoorbeeld wandelen. Dat zorgt voor ontspanning. In de 4 maanden was het gewoon een strijd om dat vol te houden. Als ik al 1 dag kan weerstaan, dan ben ik een stap verder naar 5 maanden, 6 maanden. Nog een week, nog een maand, nog een jaar. Daar haal ik kracht uit. Ik voel me ook steeds sterker. Iedere dag raak ik zelfverzekerder. En het is gewoon even eerst doorbijten. Maar de strijd wordt steeds normaler. Dus als ik nadenk over wat het doet met je mentaal en fysiek, dan denk ik van, oh, ik zit wel goed en ik word steeds sterker doordat ik steeds dat overwin.